spannend hoe het allemaal achter de schermen werkt. En ik ben blij en dankbaar dat we allemaal achter de schermen kunnen filmen. U bent te laat, wacht. Klopt. Waar kan ik meneer Frans Bauer ontmoeten? Deze deur rechts. Dank u wel, hoor. Frans? Hallo? Bon tardi, hallo, welkom. Ja. Misschien kun je even zeggen wie je bent, hoor. Ik ben de vrouw van Frans, Mariska. Het is geen leeuwman, hè? Nee, absoluut niet. Nee. Buiten het feit dat je ook nog een keer al het werk doet, heb je vier kinderen thuis, heb ik begrepen. Ja, ik ben, wij zijn ouders van vier kinderen, ja. Kom maar gewoon een beetje bij, hoor. Je moet het ook volgen, hè? Dat Mariska erbij is. Ik heb haar zeg maar... Maar je mag best op zijn schootje zitten, hoor. Doe maar, hoor. Zo doen ze dat bij ons ook, hoor. We zitten altijd gezellig bij elkaar. Is dat zo? Ik heb haar... Is dat een van jullie kleine tellegen? Ja, dat is de oudste. Dat is de oudste. Ik ga vragen nu aan Frans Bauer wat hij dacht de eerste keer dat hij zijn Mariska zag, hoor. Ja, ik dacht, dat is een lekker ding, die willen we hebben. Maar dat was een klein meisje, no? Ja. Maar ik was zelf ook klein natuurlijk, hè. Ik was ook nog jong, dus ik was 16, 17 ook. Genoeg ervaring gehad met andere meisjes? Ja, ze is de eerste. Sorry? Ze is de eerste vrouw. En mijn eerste man. Dames en heren, ik denk dat ik geloof dat ik een primeur heb hier, hoor. Ja. Ik hoor hier van meneer Frans Bauer dat... Het is zijn eerste vrouw, hè? Zijn eerste vrouwtje. En ik geloof dat ze 20 jaar later verder zijn, hoor. Dus ik durf niet verder te vragen hoe dat allemaal zit. Nee, ik ben zo mijn eerste, maar ik oefen wel veel. Dat scheelt weer. Met je buitenvrouwen of... Nee, je bent met mijn enigste. Het is heel anders bij als op Curaçao. Daar weet je toch alles weet van, hè? Hé, hey, maar ik moet wel even snel nog wat aan mijn... Ga maar zeker doen, hoor. Ik ga af en toe wel even doorpraten. Ja, maar we vinden het leuk om te blijven volgen wat hier gebeurt. Ja. We gaan een kleine tour doen. Dat is, we lopen nu met Frans mee om te kijken waar het podium is en wat zich allemaal daarachter en voor beweegt. Hallo. Bij ons is het eigenlijk zo dat als we genoeg geld verdienen, hoor, ja, dan laten we de familie rusten. Echt waar? Maar jij zegt, laat de familie hard werken. Ja, hard werken. En ze doen het graag. Dus ik dwing natuurlijk niks, want ze moeten het graag doen. Alleen mijn broer die is heel erg betrokken ook en die doet de fanclub. En ik vind het heel belangrijk dat mijn broer dat doet, want dan heb je ook... En het is natuurlijk verkoop, hè? Nee, maar daar gaat het niet alleen om. Maar als je familie dichterbij... En het is natuurlijk goedkoop, de familie erbij. Nee, dat is ook niet. Maar als je dichter bij de fan staat... En als... Eerlijk, hè, Frans? Want je bent natuurlijk wel een Nederlander. Dat is toch wel wat anders. Maar als je eerst laat uitpraten, dan zal ik uitleggen hoe dat werkt. Je mag het eerlijk zeggen, hoor, Frans, want ik vind het helemaal niet erg. Maar we weten een beetje hoe de Nederlanders zijn, hè? Ja. Ja, zeker wel, hoor. Het is dan altijd een beetje dubbeltje voor de eerste rij, hè? Is dat zo? Ja, dus ik kan begrijpen dat je eigen familie inzet, hoor. Goed, we gaan afsluiten. Ik loop een heel klein stukje met je mee en dan eindigen we deze mooie reportage. Vrienden gemaakt met Frans Bauer inmiddels en hij gaat me zo meteen op het podium vragen, hoor. Dus ik ben wel een klein beetje nerveus, hoor. Ik heb vandaag eigenlijk een hele bijzondere dag, dames en heren. Ik word vandaag gevolgd door de Curaçaose televisie. En ik heb eigenlijk beloofd dat ik ze hier vanavond een klein beetje op het podium zou halen. Dus dat ze hier ook het een en ander kan laten zien. Dus verwelkom ze even met een davende ovatie. Lucretia, dames en heren. Lucretia, dat ben ik, hoor. Dat ben ik, hoor. Hij roept mij, hoor. Uit Curaçao. Bambini! Bambini! Hallo. Hallo. En ze maakt een documentaire voor Tele Curaçao. Voor Tele Curaçao. Bambini, allemaal. Bernardje, ik wil even zeggen, ik vind het een grote eer om hier op het podium te mogen verschijnen. En zoals wij eigenlijk op de Antillen zeggen, we kan zingen en kan swingen. Is ook heel goed in andere dingen. Zeker, en daar weet Frans alles van, hoor. Met vier zonen. Kijk, bij jullie op Curaçao dansen ze met de buik. Maar als wij hier een feestje vieren, dan zwaaien wij met de armen. Ik zwaai gewoon mee met de armen, hoor. Let op. Pas me meteen ik aan, ik hoop dat jullie het kunnen. We gaan. Kijk dan de mensen, wat geweldig!
Wil je dansen? Nou, ze zijn uitgekomen. Ze wordt helemaal gek. Wij zijn nooit meer alleen. Geweldig hoor. Echt geweldig. En nu het optreden van Frans achter onze rug is. Nog één dingetje. Is er nog iets wat jij zou willen? Want ik weet dat je presenteert op televisie ook programma's. Ik doe nu op dit moment Bananensplit. Ik ben natuurlijk op dit moment bezig met een theatertour de heel Nederland. Wat is Bananensplit? Is een programma waar we een soort candid camera. Dus een verstopte camera. Dus dan gaan mensen zeg maar... Een verstopte camera? Die ja. Mensen die gaan die camera zoeken of wat? We gaan zeg maar grapjes uithalen met mensen. Maar heel erg leuk. Maar het kan zijn dat iemand voor je staat en een interview met je afneemt of wat dan ook. En je denkt dat die persoon is, maar dan is hij het niet. Is dat nee, een grap? Nee, dat is niet. Dat je hem wel kent, maar dat je hem niet herkent. Is dat dan een goede grap? Dat is geen goede grap. Dat is jammer. Dat is geen goede grap. Dat is wel heel jammer. Nee. Het is heel jammer dat het niet grappig is, want ik... Wie ben jij? Had wel de bedoeling om grappig te zijn. Ah, nee joh! Oh. Maar wie ben ik nou? Ik word bang voor je. Maar je moet heel stil zijn, want niemand weet dit. Maar wie ben ik? Wie ben jij? Ik ben in ieder geval niet die je denkt dat ik ben, want ik ben heel iemand anders. Wie ben je dan? Ik word echt bang voor jou. Dames en heren, hij weet nog niet wie ik ben. Hij weet niet wie ik ben hoor. Het is nog niet, het kwartje is nog niet gevallen. Ik voel echt maar, ik ben niet echt. Ben je Wendy dan? Nee, dat kan niet. Wie is Wendy? Wendy van Dijk? Nee toch? Ben je niet? Ik weet het niet. Dat dunne blonde ding. Ja. Vind je dat ik erop lijk? Ja. Ben je dat? Kijk eens goed in mijn ogen. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ben jij dicht? Ik ben het echt. Ik hoor het je nou, maar ik ben helemaal verbouwereerd. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n fantastische vermomming gezien. Het is mijn nieuwe typetje. Lucretia uit Curaçao. Het is nu Oesje en Douche. Dit is natuurlijk overtroefd. Dit is gewoon het schoppen aas. Einde game. Over.